Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Een hele goede avond bij dit Tata Steel dagjournaal. Ja, het is weer begonnen. Tata Steel. Wat zijn we blij dat er toch nog geschaard kan worden in Wijk aan Zee. We zijn het alleen de Masters dit jaar. Ik denk dat iedereen het super fijn vindt om in ieder geval weer een klassiek toernooi te kunnen volgen. We zijn vandaag begonnen. Een mooi deelnemersveld. Wellicht ietsje uitgedund door enkele laatste afmeldingen. Onder andere Dubov, Mamedjarov, Nepomniachtchi. Ze zijn er niet bij, maar er zijn ook heel veel spelers wel bij. Wat gaan we doen? We gaan elke dag om 8 uur hebben we het dagjournaal. Dat betekent dat we even alle hoogtepunten van de dag door gaan nemen. Heb je niet kunnen kijken of heb je wel gekeken, maar wil je nog even een samenvatting hebben? Zorg ervoor dat je op elke speeldag om 8 uur even kijkt. We gaan natuurlijk proberen alle hoogtepunten te laten zien. Is niet makkelijk. Er was vandaag ook veel gebeurd. Veel leuke partijen. We gaan natuurlijk de Nederlanders in de gaten houden. Anish Gier en Jordan van Vreest. Maar ook Magnus Carlsen krijgt natuurlijk altijd onze aandacht. En natuurlijk elke andere partij die interessant is. Dus zonder daar al te lang bij stil te staan, laten we even kijken bij de indeling die we vandaag kunnen verwachten. En dan weten we ook meteen een beetje wie er allemaal meespelen in dit toernooi. De meeste van jullie hebben het ongetwijfeld al kunnen volgen. We hebben een beetje de gevestigde garde, MVL, Caruana, Carlsen, Giri. Maar ook jonge opkomende talenten, Firuja, Van Vrees natuurlijk. Maar ook Ezhipenko, Dunchenko, nou goed, noem maar op. Veel spelers van naam waar we wel naar uitkijken. Dit stond er vandaag op het programma. En ja, we gaan eigenlijk kijken naar de partij die in mijn ogen toch het meest spectaculair was vandaag. En dat wordt dan de partij tussen Magnus Carlsen en Alireza Firuja. Ja, Magnus zijn na de partij een typische eerste ronde partij. Wat hij daarmee bedoelt gaan we zo zien. We springen eigenlijk direct even naar de actie toe. En dan komen we eigenlijk uit bij deze stelling naar zet 19 van zwart, 19A6. Ja, wat is er aan de hand? Wit heeft een mooi centrum. Dat heeft Magnus netjes neergezet. Alleen, ja, de pionnen zijn vooral sterk als ze naast elkaar staan, alleen ze dekken elkaar dan niet. Dus wat je ziet is dat Firuja probeert om het centrum aan te vallen met zijn stukken en Magnus moet het met zijn stukken verdedigen. En het is nogal lastig om, als je aan het verdedigen bent, ook nog aan te vallen tegelijkertijd. Dus Magnus zat hier een beetje vast eigenlijk. Het staat allemaal wel mooi, hij heeft druk op A6. Zoals ik al zei, een mooi centrum. Ja, zijn stukken staan actief, er lijkt eigenlijk weinig aan de hand. Maar het was lastig om verder te komen. Dus hij speelde toren C5. Dame F4 gespeeld. En Firuja doet het slim. Hij gaat natuurlijk de druk opvoeren op het centrum. Magnus ja, wist niet zo goed hoe hij dat moest verdedigen. Hij speelde toren E5 om te dekken. Toren werd weggejaagd. Hij ging weer terug. En het paard ging weer terug. En hij zei achteraf, ja, de partij had hij prima in remise kunnen eindigen. Maar ja, hij besloot toch een beetje om te gokken. Hij wilde meer. Misschien wat ongeduldig door het weinige schaken tegenwoordig. En hij speelde zet D5. En dit is eigenlijk het begin van een fantastische aanval. Ook al is het niet helemaal correct. De druk wordt echt serieus opgevoerd door Carlsen. En ik hoop niet dat er echt een storende echo is. Mochten meer mensen er last van hebben, hoor ik dat graag even. Er wordt D5 dus gespeeld. Eenmaal D5. Prima. Eenmaal D5. Ja, en wat er hier dus gebeurt, hij offert eigenlijk een pion in dat centrum. En hij besluit het door te schuiven. Een heel interessant motief. Je ziet het niet heel vaak, maar het kan best interessant zijn. Wat hij in feite doet is, de loper op B7 voert druk uit op dat centrum. En hij probeert die loper een beetje in te graven. Dus hij speelt D5, er wordt geslagen en die pion laat hij staan, waardoor die loper nu op zijn eigen pion staat te kijken. En hij wil dus nu proberen daardoor veel activiteit te ontwikkelen. Dus er wordt paard E4 gespeeld en dame D4. En dan zie je meteen, hij blokkeert die pion, de loper staat passief, moet eigenlijk twee pionnen blijven dekken. En op deze manier probeert Magnus om zijn activiteit te vergroten. Door het DC8 wordt gespeeld. En nu speelt hij ook best wel een mooie zet. Ja, je moet er eigenlijk maar opkomen. Als je het ziet, denk je, oh ja, het is misschien wel logisch. Maar hij speelt die toren A5 terug naar A1.
Toure heeft zijn werk gedaan. Had wat druk op de pionnen, maar deed eigenlijk niks nuttigs meer. En wat hij nu gaat doen is al fraai. Hij gaat de toren omspelen naar een actiever veld, namelijk B1. Waar hij druk gaat zetten op die loper op B7. Dus hij heeft eerst die loper een beetje vastgezet. En nu probeert hij de loper echt onder druk te gaan zetten. Pirouzja speelt loper C6. En hier besluit Magnus om er echt vol voor te gaan. Om hier toch een beetje te gokken. En hij speelt hier E6. Dus hij doet hetzelfde eigenlijk nog een keer. Hij offert een pion. Maar creëert ruimte voor zichzelf. En dan zet er een paard neer. Dus Magnus heeft nu zijn beide centrumpionnen, toch een redelijke troef in die stelling, heeft hij geofferd. En ja, hij heeft er natuurlijk wat velden voor teruggekregen. Mooie velden, waar hij zijn paard en zijn dame kan zetten. De loper van zwart is passief. En hij hoopt hiermee zoveel activiteit te ontwikkelen dat Firouzja niet meer onder druk vandaan kan komen. Maar Firouzja speelt het sterk. Hij speelt dame F6. Kijk, het enige wat Firouzja moet doen is overleven. Meer hoeft hij niet te doen. Hij heeft natuurlijk een mooie A-pion. Ja, die gaat natuurlijk vanzelf een keer richting de overkant wandelen. En ja, Magnus heeft niet zoveel meer behalve het initiatief wat hij heeft. Dus hij moet toeslaan en Firouzja hoeft alleen maar te blijven staan. En dat doet hij eigenlijk best behoorlijk. Karlsson speelt F3, paard G5. Alsnog reageert Firouzja alleen maar op wat er gebeurt. Toren B6. Je ziet het, hè. Toren is toch, hij heeft een kleine omweg afgelegd, maar hij is een stuk actiever geworden. De loper gaat terug naar E8. Ook hier zie je weer, Firouzja hoeft alleen maar te verdedigen. De loper pakt toch wat velden af hier zo, waardoor het paard wat minder krachtig is. En nu komt een hele mooie zet van Carlsen. En tot hij de zet dame E3. En toen ik de zet zag, had ik echt geen idee wat hij van plan was. Ik begreep er echt heel weinig van. Ik dacht, wat doet de dame op E3 nou wat hij op D4 niet deed? Het valt het paard aan, maar ja, dat levert weinig op. Het was gewoon niet zo duidelijk wat hij van plan was. Maar hier begon eigenlijk het masterplan van Magnus. En op dit moment maakte Firouzja een fout. Althans, dat is wat Magnus na de partij ook dacht. Hij zei, ik weet niet helemaal zeker, maar wat hij hier deed leek een beetje risicovol. Waarschijnlijk moet hij gewoon rustig eigenlijk even consolideren. Even een solide zet spelen. Maar dat deed Firouzja niet. Firouzja dacht, dame E3, hij dacht misschien hetzelfde als ik. Wat een vreemde zet. Dus hij speelde A4. Firouzja denkt, nou, als ik tijd heb, dan speel ik gewoon die pion elke keer naar voren. En dan zit die Magnus ook onder druk. Want Magnus moet nu wel echt gaan bewijzen dat hij iets heeft. Maar nu kwam de grote combinatie van Carlsen. Hij speelde hier paard G4. Valt de zwarte dame aan. Nou, prima. De dame gaat naar D8. Lijkt natuurlijk erg logisch. Valt de toren aan, waardoor de dame toch een beetje beperkt is. Die moet de toren blijven dekken. En hier begint de combinatie. Hij speelt hier de prachtige zet torenmal E6. Hij slaat toe. Twee pionnen geofferd. Maar offert nog een kwaliteit. Ja, wat kan Firouzja doen? Hij besloot de toren terug te slaan met het paard. Geen onlogische zet. Maar ja, je kan zeggen, hè, de witte dame komt erbij. Hoe wenselijk is dat? Maar even de illustratie, als hij bijvoorbeeld besluit om nog een keer door te lopen met zijn pion, dan kan Carlsen gewoon doorslaan op H6. En nu wordt de aanval al heel gevaarlijk. Hemel H6, paardmal H6. Ja, het is een beetje open huis, hè? Er staat een loper die kant op, er is een dame die er op meerdere manieren bij kan komen via E5, E6, E7, maar ook het paard houdt hij in de gaten. Het paard staat er al. Dus er zijn heel veel stukken om de zwarte koning heen, terwijl de zwarte stukken eigenlijk helemaal niet mee verdedigen. Ja, als je het met de computer gaat bekijken, lijkt het allemaal nog wel te kunnen. Maar ja, goed, die hebben de heren natuurlijk niet bij de hand tijdens de partij. En voor een mens is dit enorm moeilijk om goed te verdedigen. Dus wat deed Firouzja? Hij sloeg de toren eraf. Dame E6 en hij speelde loper F7. Eigenlijk heel logisch. Valt de dame aan en Magnus heeft daardoor niet zoveel keus. Achteraf bleek pas hoe ingewikkeld de situatie al was. En had hij wellicht een zet als koning H8 moeten doen. En dan even aan te geven hoe complex deze stelling is. Als ik even één computervariant mag laten zien. Als je bijvoorbeeld paard maal H6 speelt. Loper H5. Paard G4. Dame F8. Toren E5. Wit haalt er allemaal stukken bij. Maar zwart hoeft niet te panikeren. Want toren C1 schaak. Dame rel aanbieden.
het paard slaan, toren naar de H-lijn bewegen. En dat zorgt ervoor dat toren H5 geen probleem meer is. Nou ja, dan weet je wel een beetje dat we met een krankzinnige stelling te maken hebben. En dit is natuurlijk onmogelijk om te vinden met weinig tijd. Dus, ja, dat kun je natuurlijk niet van hem verwachten. Maar het geeft wel aan hoe ingewikkeld de stelling is. Ik zou zeggen, speel het vooral eens een keer rustig zelf na. Want het is te complex om allemaal in een half uur te laten zien. En we hebben meer dan alleen deze partij. Dus er werd lopen F7 gespeeld. Ja, en nu slaat Carlsen slaat door. Hij speelt paardmaal H6. Nog een offer. Gmaal H6, damaal H6. Hij heeft nu een volle toren geofferd. Maar ja, zoals ik net al liet zien, de zwarte stukken staan hem niet aan het verdedigen. De loper staat wel in de buurt. Echt verdedigen doet hij natuurlijk ook niet, want het grote probleem bevindt zich op veld H7. Daar wijzen alle stukken naartoe. En ook de witte toren doet nog mee op de E-lijn. Maar kan eventueel ook in het spel gebracht worden naar de G-lijn. Ja, en het is niet mogelijk voor zwart om daar tegen te verdedigen. Hij speelt dame C7. Nou, hier werd al mat in 6 aangekondigd door de computer. En dat wist Carlsen feilloos te vinden in tijdnood. Dame H7 schaak, koning F8. Dame H8 schaak. Lopen ertussen. Heeft geen andere keus. En nu dame H6 schaak. En hier gaf Firouzja op. Nou, waarom, vraagt u zich misschien af. Dame G7 kan ertussen, maar dat wordt mat in 2. Dame D6 schaak, de zwarte koning staat helemaal klem. En dame E7 en alle stukken werken mooi samen. Hij heeft niet veel stukken meer, maar ze zijn allemaal belangrijk voor deze mat. En als hij niet zijn dame ertussen zet, maar met zijn koning gaat wandelen, komt ook de loper nog even meedoen. Loper G6 schaak, koning F6. Loper H5. De koning wordt opgejaagd en steeds maar één veld. En hier, nou, je kan kiezen met de pion of met de loper, maar G4 is in ieder geval mat. Briljante partij. Fantastisch gespeeld door Carlsen. Speel het absoluut nog een keer zelf even na. Er valt zoveel te ontdekken. Laat vooral niet misleiden door de engine, want die vindt natuurlijk dat Firouzja niet een probleem is. En die geeft voordeel voor zwart. Maar ziet maar eens te verdedigen als Carlsen op stoom is. Een klein gokje van Carlsen, zoals hij zelf zei. Maar ja, hij is natuurlijk wel blij met de overwinning. Sterk, heel sterk gespeeld van Carlsen. Voor hem een prachtig begin van het toernooi. Vorig jaar begon hij met 7 remises. Vandaag meteen met een overwinning. Dus hij is happy. Ja, dan gaan we door van Carlsen naar de andere twee meest boeiende partijen, vond ik. En dat waren gelukkig ook de partijen van de Nederlanders. Laten we beginnen met de partij van Anish Giri. Hij speelde tegen de Noorse grootmeester Arjan Tari. Ook een groot talent. Ja, een beetje dezelfde lichting als Jordan van Vreest, als ik me niet vergis. En deze partij gaan we vanaf het begin even bekijken, want hier was het al meteen vuurwerk. We kregen namelijk het Berlijns. Dat je denkt, oh, Berlijns, saai, solide. Dat is een beetje hoe de mensen erover denken tegenwoordig. Maar deze partij was alles behalve dat. Volop spektakel. Ik ga niet te diep in op de theorie. Maar we gaan vrij snel zien dat hier meteen vuurwerk op het bord komt. E4. Ja, en Tari twijfelt geen moment en besluit te pakken op G4. Natuurlijk een offer wat we wel eens vaker zien. Maar ja, is het goed, is het niet goed? Vaak is dat een beetje lastig in te schatten. Maar dit was uiteraard voorbereid. Sterker nog, dit is eerder gespeeld door Carlsen. Dit jaar in een online toernooi tegen Nakamura. Dat liep niet goed af voor Carlsen. En Tari besloot dus wel nog een keer te proberen. Hij offert dus een stuk. En hoopt erop dat die witte koning wat kwetsbaar wordt. Alle stukken staan hier nog op stal. En nou, met twee lopers en wellicht de dame erbij. Hoopt Tari genoeg spel te... Ja, 2020 inderdaad. Goed punt. Dat was natuurlijk die partij Carlsen-Nakamura. Of Nakamura-Carlsen uit 2020. Hij hoopt met die stukken genoeg spel te creëren tegen de witte koning. Ik denk dat Giri daardoor wel op de hoogte was, omdat er al een partij mee was. Hij speelt loper E3, loper E7 en hier koning G2. En dat is natuurlijk een hele komische zet. Want wat gaat hij doen met zijn koning? Nou, het plan was om zijn paard te ontpennen. Deze penning was vervelend. Maar ja, als hij de dame wegspeelt, is hij zijn paard kwijt. Dus hij besluit met zijn koning het paard te dekken. En daardoor zijn paard wat vrijheid te gunnen. En dat was wel een leuke manoeuvre. En daardoor kreeg je... Rappante stelling, er wordt geslagen, koning maal F3 en ineens staat de koning van wit op F3 na 13 zetten spelen. Maar goed, Anish staat wel een stuk voor.
En het lijkt ook wel alsof het allemaal prima in orde is. Want op G1 stond hij een beetje gevaarlijk. Hij kan eigenlijk geen kant op daar. Als er een zwarte dame bij komt, is het al vrij snel eeuw of schaak. Maar hij besluit nu om de andere kant op te lopen, richting de veiligheid. En haalt al heel snel een hele goede stelling daardoor. Tari speelt F4, lopen gaat terug. Hij gaat natuurlijk met de pionnenstorm, want zoveel stukken heeft Tari nou ook weer niet. Maar Anis blijft heel rustig, hij heeft door dat zijn koning niet in de problemen is en hij ontwikkelt gewoon zijn stukken alsof er niets aan de hand is. En eigenlijk is er ook niets aan de hand. Dame E7, toren H1, H5, ja, er komen pionnen op hem af. Maar geen paniek, koning E2, G4. Ja, nu is natuurlijk de vraag, hoe gaat zwart verder komen? Dan gaat gewoon met zijn pionnen lopen, misschien wel F3 en H4 en G3 of H3, ja, er is van alles mogelijk. Anish besluit om het slim te doen. Hij speelt F3. Misschien niet de meest voor de hand liggende zet. Want dat laat wel een gedekte vrijpion toe van zwart. Maar hij heeft nu alle pionnen op zwart gezet. En de loper op F6, ook op zwart, staat eigenlijk een beetje geblokkeerd door zijn eigen pionnen. Dus daar hoeft Anish niet zo bang meer voor te zijn. En wat hij nu gaat doen is alle pionnen blokkeren. Op de witte velden. Want zwart heeft helemaal geen stukken om die witte velden goed aan te vallen. Alleen de dame, maar ja, alleen de dame is natuurlijk niet genoeg. Koning F1 gespeeld, H4, toren H3, door het A5 A4 ingelast en hier speelt Anish koning G2 en hier zie je zijn, ja, zijn vesting eigenlijk en daar kan zwart niets aan doen. Hij kan hooguit met zijn dame de toren aanvallen, ja, de koning dekt hem, dus daar gaat niets meer veranderen en er is voor Tari geen enkele manier om daar door te komen. Zijn loper kan nergens langs, staat overal ingesloten door zijn pionnen. En ook voor de zwarte toren zijn er geen open lijnen om daarbij te komen. Dus Anish heeft een vesting en een stuk meer. En dat betekent dat hij alle tijd van de wereld krijgt om op de andere kant van het bord, op de damevleugel, om daar zijn extra stuk te benutten. En proberen een opening te zoeken in de zwarte verdediging. Nou, één groot voordeel hiervan is dat hij alle tijd van de wereld heeft. En die heeft hij ook genomen, die tijd. Hij heeft rustig aangedaan. En hier begon het grote manoeuvreren. Hij heeft een paar punten waar hij druk op wil zetten. Er zijn een paar zwaktes in de zwarte stelling. Eén daarvan is natuurlijk de pion op E5. Achtergebleven pion moet zwart altijd met stukken blijven dekken. De andere pion is H4. Moet zwart ook altijd met stukken blijven dekken. En uiteindelijk zijn er ook wat velden waar hij misschien binnen wil komen met een dame in de verre toekomst. Dus hij heeft een paar mogelijkheden waar hij wat mee wil doen. En uiteindelijk is hij gewoon gaan proberen om alles aan te vallen. Maar kijk hoe Tari dat allemaal ging verdedigen. Een beetje ondankbaar taakje voor de jonge Noor. Maar ja, dat is een beetje de consequentie van de opening die hij gekozen heeft. En je zult zien dat Anish druk zet op alle zwaktes die ik net noemde. Hij heeft druk op E5, druk op H4. C3, D4 is een optie. Of misschien wel C3 en B4 zijn mogelijke breekzetten. Maar hij wil niet overhaast. Hij gaat eerst proberen zonder die pionzetten zoveel mogelijk te bereiken. Nou, er wordt wat heen en weer gespeeld. Het paard wordt nog eens een keer omgespeeld. Ja, maar eens naar E2. Ja, ook hier nog een beetje proberen met een mooie batterij natuurlijk over deze diagonaal. Penning op E5. Dus hij weet ook Tari daar nog onder druk te zetten. Nou, uiteindelijk gaat de dame proberen eens binnen te komen. En ja, Tari komt niet meer onder de druk vandaan. Het is gewoon te veel. De dame komt binnen. Hij moet H4 in de gaten houden. E5, B6, C6. Ja, dit is te veel van het goede. De loper gaat terug. En Anish kan rustig proberen. Net zolang tot Tari een fout maakt. Maar goed, de dame is inmiddels al binnen. En hij slaat uiteindelijk toe met paardmaal F4. De beslissende zet om de stelling open te breken. Als er geslagen wordt, volgt dame F6 schaak. Koning H7, torenmaal H4. Maar goed, en dit loopt natuurlijk heel snel mat. Om even volledig uitvoeren. En mat. Dus eigenlijk een heel knappe partij van Giri. Heel rustig gespeeld. Heel beheers gespeeld. Een beetje gekregen vanuit de opening. Maar op de hoogte van de theorie. Mooie koningswandel in veiligheid gebracht. En uiteindelijk heel rustig afgemaakt. Goed, dan gaan we naar de partij tussen Caruana en Jordan van Voreest. En daar is het. Ja, zijn we eigenlijk een beetje vlak na de opening erin gesprongen. Deze partij was echt enorm ingewikkeld, heel complex. Was ook pas net klaar. En ja, ik heb het niet uitgebreid kunnen analyseren. Er was te veel gaande. Maar hier
werd de partij toch wel een beetje in een bepaalde richting geduwd. Fabiano speelde hier de zet paard e5. Paardmaal e5, d-maal e5. We hebben een kleine slagenwisseling hier. En die zorgt ervoor dat we een opmerkelijke stelling krijgen. Jordan heeft zijn stukken gewoon in de stelling van Caruana geplant. Nou, allebei ook netjes gedekt. Dus dat ziet er eigenlijk wel interessant uit. Maar ja, witte veld, lopen paar en eigenlijk ook niet zoveel problemen. De stukken van Jordan staan wel leuk. Maar ja, wat ze nou concreet precies doen, is ook niet helemaal duidelijk nog. Nou, laten we verder gaan. Er wordt lopen B4 gespeeld, toren E8. Ja, het was echt een beetje de partij van de tussenzetten. Er staat een pion aangevallen. Ja, die kun je gaan dekken. Maar je kunt ook even voor een tegenaanval gaan. Ja, dan moet het paard uit positie, bijvoorbeeld paard G5. En dan kun je hem alsnog dekken. Maar ja, nu met tempo, want het paard moet weer weg. Dat is natuurlijk gunstig. Maar ja, Jordan denkt, ja, ik kan mijn paard weghalen. Maar ik kan natuurlijk ook zelf nog een tussenzet spelen. Ik wil de A5. En het is, de partij is echt een rommeltje. Lopen A3. Paard C3. Ja, dan heeft hij een nieuw veld voor zijn paard gekregen. Daar wordt naar D2 gespeeld. Paard B5 wordt nog even een keer een loper aangevallen. Loper B2. Nou, we hebben alles gedekt, goed en wel. Dit staat nog steeds netjes voor Jordan. En hij besluit om door te pakken. Waarschijnlijk omdat als Caruana te veel tijd krijgt, hij met het lopenpaard toch een troef in handen heeft. Hij kan het centrum controleren en de zwarte velden zijn voor zwart best wel moeilijk om te blijven dekken. Dus Jordan speelt A4. A3. Dame B6, loper B4. Er gebeurt van alles. Toren D8, toren C1. Lopen E4. Ja, en hier zijn er heel veel opties. Er kan de loper geslagen worden, er kan een pion geslagen worden. Dat is van alles te berekenen. Het was allemaal best wel complex, maar uiteraard werd er nog weer iets anders gespeeld. Want Fabiano vond nog even een tussenzet. Lopen E7. En de partij blijft eigenlijk nog steeds rommelig. Toren E8. Er wordt wat geruild. Lopen maar E4, D-maal E4. B-maal C4. En ook hier worden nog weer tussenzetten gespeeld. Er wordt een pion geslagen. Er staan nu twee stukken aangevallen. Tenminste, eentje van zwart, eentje van wit. En hier komt eigenlijk de grote afwikkeling. Er wordt nog op E7 geslagen. Nu kun je het paard terugslaan, maar je kan uiteraard ook nog even een tussenzet spelen met dame B4. Dubbele aanval in feite, dus het is niet heel schokkend. Ja, wel weer even zo'n zetje die je niet meteen verwacht. Toren C7, dame maal B5. Dame maal B5, C maal B5. Even op adem komen. We zitten in het eindspel. En dat is eigenlijk heel moeilijk in te schatten hoe dit precies staat. Jordan heeft natuurlijk een verre pion op A3. Dus als hij A2 kan winnen, dan doet hij hele goede zaken. Maar ja, Fabiano heeft eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Die pion staat bijna op B6. Dus als hij B7 kan winnen, doet hij ook goede zaken. En dan hebben we ook nog dit centrum hier zo. Die pion op E4. Is die nou sterk? Is die nou zwak? Ja, het is niet helemaal goed te zeggen. Feit is wel dat Caruana een pion voorstaat. Dat kunnen we in ieder geval niet ontkennen. Maar ja, of hij daar echt iets mee kan, is natuurlijk nog een tweede. Er werd toren C8 gespeeld. Torenmaster 7, torenmaster 7. Toren D1. Het gaat in eindspelen altijd om activiteit. Je zult misschien denken, toren D1, maar moet Caruana niet die pion dekken? Moet hij niet die tweede rij veilig houden? Heeft niet zoveel zin, want hierdoor komt de zwarte toren binnen op C1. En kan actief worden. Actieve toren is veel belangrijker dan het dekken van het pionnetje. Dus Caruana kiest ervoor om actief te zijn. Toren D1. Hier maakte Jordan misschien een klein foutje. Maar dat is achteraf makkelijk gezegd. Hij had waarschijnlijk koning F8 moeten spelen. En zijn koning activeren op deze manier. Waarmee hij tegelijkertijd uiteraard mattig de paaltjes voorkomt. Maar ja, hierdoor wordt de witte toren dus wel heel actief. Dus ja, is dat nou handig? Maar waarschijnlijk wel. Zet als koning E6. Gevolgd door toren C2, toren A2. En de koning staat hier best wel comfortabel. Wat hij echter deed in de partij was de zet G5. En ook dat lijkt heel standaard de structuur van wit aantasten. Maar het levert hem later toch wat problemen op. Dus we gaan even een paar zetten verder. B6 wordt gespeeld. Toren komt erachter. Jordan besluit om actief te zijn. Even wat schaakjes. Wordt gerad op F4.
Hij pakt op A2. Hij lijkt hem hele goede zaak te doen, want hij heeft de A-pion wel gepakt. En deze is toch al bijna aan de overkant, terwijl hij ook zijn eigen B-pion nog heeft. Maar hier speelt Caruana puur op activiteit. Koning G4. Wat hij gaat doen is gebruik maken van deze twee pionnen. Hij wil ze naar voren spelen en die koning een beetje in het nauw drijven. Want de achterste rij is gedekt. Met die twee pionnen kan hij toch proberen om stilletjes aan een doorbraak te creëren en naar de overkant. En op die E-lijn is voor zwart heel moeilijk verdedigen, want het is zo druk op de E-lijn. Er staan allemaal pionnen tussen. Hij kan niet zomaar met zijn toren terug en achter de pion gaan staan, zoals we dat geleerd hebben. Dus Caruana probeert het op activiteit te gaan spelen nu. Jordan pakt een pion. Koren A3. Koren B2. En ja, dit is enorm technisch. En ik zou graag willen dat ik heel helder uit kon leggen wat er precies gaande is. Maar dat blijkt heel lastig. En hier lijkt Caruana de beslissende fout te maken. Of fout is misschien wat overdreven, maar kans op groot voordeel weg te geven. Hij speelt F5 en het idee is goed. Hè? Wat we net een beetje zagen met eventueel F6 of E6 in combinatie met toren A8. Die zwarte koning proberen onder druk te zetten. Maar Jordan speelt het slim. Hij speelt de toren G2 schaak. Koning F4 en H5. Hij heeft dus zijn centrumpion op, maar besluit om met zijn eigen pion te gaan rennen. Gewoon als een soort bliksemafleider, zodat de veert niet zijn eigen plan kon trekken en naar die pion toe moet. En dat plan bleek het juiste plan. Die pion is heel belangrijk en dat had Jordan goed gezien. En daarom had Caruana het een paar zetten geleden iets anders moeten doen. Hij had waarschijnlijk, in deze stelling waar hij F5 speelde, hij moeten beginnen met toren A8. En het idee is nu dat die zet H5 niet mogelijk is zolang die koning hier nog staat. Er kan wel toren G2 gespeeld worden, maar de koning gaat gewoon opzij. En zolang die pion hier staat, is die zwarte koning ook in de problemen en wordt dit plan op de een of andere manier met F5 en F6 wordt levensgevaarlijk. Details heb ik helaas nog niet, maar dat lijkt toch te zijn waar het om draait in deze partij. Maar goed, die dat maar eens uit te vogelen achter het bord. Zeer complex, heeft nog ook meer analyse nodig om hier duidelijkheid over te krijgen. Feit is wel dat Jordan zijn pion naar de overkant brengt. H3, nou ja, naar de overkant, bijna dan. H2. En hij heeft al meerdere keren de pion op B6 kunnen slaan, maar heeft ervoor gekozen om voor activiteit te gaan. En dat blijkt vaak toch de juiste keuze te zijn. Ja, nee, deze partijen, we zijn gewoon over het bord gespeeld. Ik zie de vraag meerdere keren langskomen. Ze spelen fysiek in Wijk aan Zee met alle maatregelen van dien. Worden meerdere keren getest, et cetera, et cetera. Maar helaas geen ruimte voor publiek, dus alles wordt online uitgezonden. Toren B5 gespeeld en nu besluit Jordan om zijn H-pion op te geven. En zoals ik al zei, het is een bliksemafleider. Hè? De toren en de koning zijn nodig om die pion tegen te houden. Ja, en nu zijn deze pionnen worden onbeheerd achtergelaten. En ja, daar kan Jordan van profiteren. Hij blijft plakken aan zijn pion en dwingt na een tijdje Caruana om toch maar die pion te moeten slaan. Ze schuiven wat heen en weer. Maar Caruana probeert het nog eventjes. Maar nu slaat hij toe. En heeft Jordan zijn pionnen teruggekregen, ja, met rente in feite. En de heren kwamen hier remise overheen. Hele knappe partij van Jordan. Hij stond serieus onder druk. Hij heeft een tijdje misschien ook ietsje beter gestaan, maar een zeer complexe stelling. En toch een remise tegen de nummer 2 van de wereld. Ja, hartstikke knap gespeeld. Dus dat was uitstekend van Jordan. Verder hebben we nog één partij die ook beslist werd, is tussen de Zweed Grandelius en de Duitser op het laatst ingevlogen, of nou, ingereden vermoed ik, Donchenko. We springen even naar het eindspel al, waar Grandelius al een klein voordeeltje heeft gepakt en zijn toren zojuist heeft verdubbeld op de A-lijn. Donchenko besloot zijn koning te activeren, normaal gesproken een heel goed idee in eindspelen. Worden één keer zetten herhaald. Maar hij kwam een beetje bedrogen uit, want als we de partij wat verder spelen, zie je de koning richting het centrum gaan. Maar wat bleek nou? Het centrum was helemaal niet waar het gebeurde. Hij loopt helemaal naar het centrum, super actief, ziet er mooi uit. Maar Grandelius besluit, weet je wat, ik ga op de koningsvleugel spelen. Hij wil gewoon naar binnen wandelen en die pion hebben. En ja, de toren dekt alles vrij. Dus hij zat een beetje in de problemen hier. En ook daar kwam hij zelf achter, Donchenko. Hij besluit nu alsnog torens te ruilen, maar het pion-eindspel is helaas verloren. Want de koning moet onverrichte zaken weer zich naar de koningsvleugel snellen. Maar ja, dat is helaas te laat. En Grandelius speelt het netjes uit. Hij heeft nu de actievere koning. En ja, Donchenko loopt achter de feiten aan. Als je hier verder speelt,
Nou, ik kan even een paar zetten uitvoeren. Maar je zult vrij snel zien dat zwart te laat zal zijn. En wit heeft geen problemen om de pion veilig aan de overkant te brengen. Dus ook Randelius wint zijn partij. Andere partijen eindigden in remise. Er gebeurden wel wat dingen, maar het was niet heel spannend allemaal. Daarmee komen we bij de volgende stand in het toernooi. Waarbij Magnus, Anish en Grandelius alle drie gewonnen hebben. Nou, is de rest remise. En degene die verloren hebben, uiteraard onderaan. Het toernooi is nog jong. We hebben 13 rondes te gaan. 13 in totaal. Dus nu nog 12 rondes te gaan. Er gaat nog heel veel gebeuren. Het zegt allemaal niet zoveel, maar de kop is eraf. We hebben spectaculair schaak gezien. De meeste spelers moeten even inkomen, maar zijn hebberig, zijn gretig. Morgen op het programma. MVL tegen Firouzja. David Anton tegen Carlsen. Tari Wojtaszek. De Nederlandse clash. We kijken ernaar uit. Jordan met wit tegen Anish. Krijgen Donchenko tegen Caruana. Duda Grandelius. Hari Krishna, Eshipenko. En het belooft weer een mooie dag te worden. De partijen zijn allemaal live te volgen via tatasteelchess.com. Kun je alle informatie vinden. De officiële stream. Noem maar op. Ook op Twitch, YouTube kun je allerlei livestreams vinden om de partijen te volgen. Morgenavond 8 uur zijn we er weer met het volgende dagjournaal. Ik dank aan iedereen voor het kijken. En hopelijk zien we jullie morgen weer terug.